Jules is voor mij een van de meest betrouwbare leuper die ik in mijn leven ben tegengekomen. Ja, Jules is mijn grote vangnet, Jules is mijn grote beschermengel. En Jules is er altijd als ik in de shit zit, midden in de nacht. De belt ze me naar is er. Ben al 50 jaar, trillend op mijn benen, trillend op mijn benen. Prins op het witte paard, voor mij dan. Want hij heeft mij door een scheiding heen geholpen. Hij is mijn steun geweest bij het verliezen van mijn moeder. Hij is de allerbeste partner die ik ooit heb gehad. Tussen de lakens. Longer and thinner. It's a handy bendy. No, it's very sweet and naughty. Not the bunny girl outfit. Wat kopen we nou voor iemand die 50 wordt? Ja, ik ben even op internet gaan kijken wat de kenmerken zijn van een 50-jarige. Ja. 50 jaar midlife. Midlife crisis. Yes. Dus je zoekt spanning. Sensatie. Misschien wel een seksuele prikkel. Ja. Ik heb hier furry cuffs. Ja. Met sleuteltje. En hebben ze misschien ook wel een leuk blinddoekje. Vast. Zo. Blinddoek. En wat kan je er allemaal mee, Renhilde? Het heeft een hele zachte motor. Dus hij doet wel wat. Dat trilt hier, dus op het moment dat je hem inbrengt bij de dame. Cochrane. With the clitoris stimulator. Nee, je moet het er niet te makkelijk maken. Nee, het moet gewoon niet te makkelijk worden. Nee, anders is het niet zeker. Karen, sorry. You can use this on Karen. I can use it on you. Ik heb nog nooit zoveel over mijn broers seksleven geweten als sinds hij met Karen is. En ik moet zeggen, ik ben trots op hem. Hij doet het goed. Hij zit halverwege de week zit hij al te verzinnen wat hij allemaal met hem zal gaan doen. Dus ja. Moeten we niet een winkelwagentje halen? Jules, wat kan je zich nog herinneren van de team met Renhilde? Jules en ik waren twee elastiekjes. Ja. Wij jumpten gewoon door de Maastrichtse straten. Okay. Ik heb zelden iemand gezien met zo'n jeugdige uitstraling als deze Abraham. Het ene is een zie. Het ene is een zie? Ja. Ongelooflijk, ik zou zeggen dat er 24 is. 38. Ja. Zat ze weer een dag ouder, toch? En ik vind het een beetje een dandy. Vindt ze me een dandy? Ja. Ik vind het een heerlijke vent. En ik hou ontzettend veel van hem. Ja. Wat vindt ze van mijn broer? Dat het een shot van de mens is. Dat was de vriendelijke versie. Nee, dat vind ik. Hij is gelukkig, hij is jong, van Gijs. Nee, Julien. Dat is een toffe, genereuze knul. En ik wens je nog veel jaar. Zo'n vent. Wel eigenwijs, oud, hij weet oud iets beter. Ik vind Jules soms wel een beetje te lief, ja. En dat is een kapte homo, je zit goed af en toe. Daar zou je minder soft naar gezien. Hij zou in het dandy. Wel een beetje raar. Ben al 50 jaar. Trillend op mijn benen. Ja, mijn oudste broer is juist 50 geworden. En heb je hem zien veranderen door de jaren heen? Nee. Alleen maar ouwe. Jules is voor mij geen vriend, Jules is voor mij een broer. Jules is een sympathieke, eigenwijze gadgetliefhebber. Deze luistert niet. Het is heel erg naar zijn zin heet. Met Karen. Men is niet zo in, dat vijg de allerliefste van de vijf van de eerste generatie. Ik vind Jules oprecht, ik vind Jules heel erg eerlijk. En Jules een prima mens om in mijn buurt te hebben. Oké, wat is het nu, een dandy of een verkapte homo? Een dandy of een verkapte homo? Wat vind ik van Jules? Ja. Ja, heb ze even. Jules is een van mijn dierbaarste herinneringen. En Jules is nu een. Eigenlijk wordt het een enorm maatje weer. U vindt dat er het prima gedaan heeft. 50 was jet zoon. Als Damien zit en een dandy is, dan is het een verkapte hoen. Aha! Dan zet Karen zit al
Jules, sweetie darling, I really don't like that blouse. En dan gaat er trip, 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 trip de trap op. En dan gaat hij zich omkleden. Het is een chance van mijn vriend. Wat ik daarmee bedoel, als ik zeg dat het te leef is, te soft is misschien niet het goede woord, is dat je het gevoel hebt soms dat er zichzelf wegsievert omwille van iemand anders. Er heeft een fantastische vriendin gevonden. Dat vind ik echt een heerlijke vrouw. En je maakt alleen maar de indruk dat er dat doet en doet gelukkig met is. En dat heb ik gehoord. Als ik zie wie daar is opgebloeid, de laatste tijd weer sinds er kern dat moet. Ja, dat is gewoon geweldig. Ik gun het hem. Ik ben vreselijk sloes. Nee, ik vind het echt een ongelooflijk prettig mens. En ik vind het ook leuk, zoals de wijze waarop dat hij met die wilde bras van hem omgaat. Karen. Ja. Niet zijn zoon, maar Karen. En de rust die hij daarbij uitstraalt. En de liefde die hij dan uitstraalt. Ja, nee. Ik ben ervan overtuigd dat hij een heel, heel lang leven tegemoet gaat. Ja. Misschien moet er inderdaad minder eigenwijs zijn. Minder eigenwijs? Ja, misschien dat wel helpen. Ja. Misschien soms gaat minder lomp. Ja, een beetje lomp. Het is niet het toonbeeld van Taklok. Het is zoet, ja. Dus misschien wel. Hij heeft wel de eigen wijsheid en het verhaal en de... Ja. En de drammerigheid. Die ons allemaal zo siert. Die allemaal zien. Ja. De ene is meer dan de ander. Ik denk dat Julia een mildere vorm daarvan heeft. Julia is het liefste. Dus af en toe gaat onbehobeld, maar. Zou hem af en toe een draai om zijn oren willen geven. Naast ze zo een doodrammen is, als ze het vertelt. Maar er gaat een uitstraling tot ze zegt van. Ja, die ken eigenlijk toch de ganse wereld aan. Hij weet ook veel, hè? Hij weet ook, ja, is een feitenman. Is een feitenman. Een man met kennis. Hij is echt een feitenman. Ja. Hij is ook helemaal niet bang om dat ook te laten merken. Nee. Maar dat is ook een karakter van een kenmerkende de lijst. Geen bescheidenheid. Geen bescheidenheid. Misschien Michelle een beetje, maar de rest überhaupt niet. Als jullie denken, wat voelt ze dan? Bernd, in ieder geval Bernd en knuffel en bloed beren. Bloed beren? Ja, toch wel. Ja, ja. Julia, ik zie je graag. Ik vind je ook een heel lekker ding. Ja, het is een lekker hartstikke ding. Lekker ding. Lekker ding. Knap ventje. Ik ben al de tweede die dat zegt. Mooi kontje. Ja, ik hoor een diepe zucht van mijn echtgenoot. Ze zijn alleen maar leuke dingen. Oeh, wat erg. Ja. En zien dat dingen die je anders zou willen zien? Anne? Nee. Helemaal niet. Oh, er zijn zeker momenten waarvan je denkt, oh, dat is echt Jules. Baloo is naïef. Ja, openhartig. En positief. Positief ingesteld. Romantisch. Heel van de goede dingen van het leven, eten. Maar hij is wel aanwezig, elke keer weer. Zeker bijvoorbeeld bij de wijnclub. Ja. God, jongen, hoe krijg je het voor elkaar om in zo'n gezelschap van steeds maar weer daar toch een toon te voeren. En op een heel prettige manier, hè. Mm-hmm. Laten we dat even voorop stellen. Denk maar zo, dat ze misschien nog niet eens op de helft is. Dus er zit zich nog heel goed te wachten. Er is ook veel plezier aan zijn zoon. En die is nu op weg om een goed ijshockeyer te worden. En dat heeft er ook geweldig veel plezier en is er erg trots op. En dat vind ik heel fijn. Jules Kje, liefste wie is de bus, jong. Ik hou ontzettend veel van dich. Gewoon veel seks, lots of seks. Ja. With your sweetie darling. Dat is maar 100 jaar moest weer. Nee, 150. En nog een kusje van mij. Vreselijk fijn dat ze trots kunt zien op hun kinderen. Goed voor je eigen zorg, joh. Dichtbij bij jezelf blijven, Sjoeltje.
En meer kan ik er niet over zeggen, behalve dat als hij doodgaat, dat ik ook doodga. Liefertje, je bent me alles. Ik ben zo blij dat ik jou tegen ben gekomen.